Dan is het tijd voor zaalvoetbal. In de landelijke eredivisie hebben we één ploeg uit Limburg die door in Oetkamp. En dat is Amicitia Bert Segers uit Toor. Het was jarenlang Vermonia Boys dat meedeed in de eredivisie van de zaalvoetbal. Maar nu is het een andere Limburgse club die furoren maakt, Amicitia. Oorspronkelijk uit Toor, maar ze voetballen hun toeswedstrijden in de Joe Gerrishal in Remun. En dat was ook wel nodig afgelopen vrijdagavond voor de toeswedstrijd tegen de landskampioen. Het knooppunt uit Amsterdam kwam op bezoek. En dat was vorig seizoen dus in ieder geval de beste ploeg van Nederland. Maar Amicitia Bert Segers promoveerde vorig seizoen naar de eredivisie en dat het er helemaal niet slecht. Sterker nog, mocht de ploeg vandaag kunnen winnen van de koploper, dan kon ze die ploeg voorbij op de ranglijst. Het massaal toegestroomde publiek ging er een schoot voor zetten. Amicitia Bert Segers had een samenwerking met de Tigers uit Remun. En daar was dan nog goed te zien, de banken waren allemaal gevuld. En voor zijn gaat bekende zaalvoetballers in actie. Adil Zoutane bijvoorbeeld met nummer 5. Hij schoot een keer op het doel van keeper Benze Mazaros. En dat de gasten uit Amsterdam kunnen voetballen, dat bleek wel in de eerste helft. Opnieuw de kans en een prachtige redding van Mazaros op een fantastisch hakbelke. Het is genieten voor het publiek in Remun. En zo liep erop dat het knooppunt op zoek gaat naar de eerste treffer in deze wedstrijd. Maar dan het balverlies en een hele snelle omschakeling. Nu kan Amicitia misschien eruit komen. En daar is de kans en de goal. En wat een sensatie. Het publiek op de banken vecht Passaribu. Heeft de score geopend. Ja, en zo moest de wedstrijd maar beginnen. Ja, in een voetbalstadion daar staan hekken. Zodat het publiek niet op het veld komt. En die is in de sporthal in Remun eigenlijk ook wel nodig gehad. Hij 0 op het scorebord en Amicitia gaat dan door. Peter-Jan Herkes kan doorlopen en gaat hij scoren. Hij scoort! In de lange hoek, onhaatbaar voor keeper Ennis van Maasbommel. En dan zit de tweede treffer al op het scorebord. 2-0 voor tegen de koploper en is een stunt in de maak. Dat zou ze misschien wel denken, maar in het zaalvoetbal weten we dat er misschien wel tot zo'n 20 doelpunten kunnen vallen in een wedstrijd. En het publiek is in ieder geval uitzinnig. En want zelfs een beetje tot kalmte gemaand weren. Ze mogen niet het veld oplopen natuurlijk tijdens de wedstrijd. Abdul Ila Aziz met een fraaie loopactie, maar dan toch de bal kwijt. En dan meteen natuurlijk weer de omschakeling. Dan is het opletten en dan is het een prooi van keeper Benze Mazaros. Hij gooit de bal meteen weer uit. En zo snel kan het zo gewoon in de zaal. De ene kans is nog niet geweest of de bal vlug aan de andere kant rent. 2-0 op het scorebord. En wat kan de koploper dan terug doen? Dan zou ze toch verwachten dat Siga terug kan doen en dat doen zou. Doelpunt gescoord door Tefik Seyar. En dat is de aansluitingstreffer. 2-1. En dat mogen we ook wel verwachten van een koploper en regerend landskampioen. Mooie actie. En dit keer wel binnen. Probeerden het al een paar keer. Maar het is Adil Zoutane die de gelijkmaker scoort. En dan zijn het weer gelijk in Remun. En de landskampioen eindelijk getruk. 2-2 op het scorebord. En nu zal het lastig worden voor Amicitia Bert Segers om neer op achterstand te komen. Af en toe de geveerlijke uitbraken. En dit soort kansen. Net over de goal. Goeie kans van de doelpuntenmaker van net. Peter-Jan Herkes. Het shot. En dat scheelt heel weinig. Of vecht Passaribu als hij net tweede treffer van de dag gescoord. Amicitia is sterk bezig en creëert heel veel kansen. Deze bal gaat er net niet in. Amin Elayi was er heel dumbie. En weer de omschakeling. 3-1 als ze snel zijn. Dan moet de goal komen en op de pol. Prachtig gedaan door Abdellah Idlasri, maar geen doelpunt. 2-2 nog altijd op het scorebord. En dit is een prachtige redding van keeper Benze Mazaros. De heel zijn ploeg op het been. Diepe bal en ins op de sloef. Vrij gedaan. Bal gaat net neven. Shot was van Meerburg. Snelle uitbraak via Zoutane. En daar moet erin. En dan is het Ganouti die de bal neven schiet. Doet de verbazing van alles en iedereen. Prima aanval weer. Maar zo blijft het dus heel lang 2-2 op het scorebord. Af en toe de foutjes. Bieden gasten. En dan moet de toersblok er snel uitkomen. Het shot. Wordt geblokt en in tweede instantie de herkansing en weer de voorsprong voor Amicitia Bert Segers. En weer een speler die in het publiek verdwijnt. Het is dit keer Sulaiman Ramdani die het gescoord. Kreeg de kans in tweede instantie. In eerste instantie de redding van de keeper en dan is het heel slordig goed verdedigen.
kregen ze de bal niet weg. Ja, en Ramdani, de stinkdoor nog klaar bij de tweede pol. En er zit Simploog op nu op voorsprong. 3-2. 3 tegen 1. Nu goed uitspelen natuurlijk. Komt er weer een treffer. En aan voor langs. Ilias Ramdani. Het geen geluk. Amazicia Bertzegers kreeg de kans om de voorsprong dan uit te bouwen. En dan dit moment. Bal van de Liegold. 3-2 op het scorebord. En misschien wel een sensatie in de maak. Want de toesploog is in deze fase van de wedstrijd gewoon beter. Verre Oetworp. Angelique Vrie voor de goal. En dan. Prachtige redding dit hoor. Van Ennis van Maasbommel. De keeper van de landskampioen. En meteen weer de uitbraak. Dan is het opletten. Komt er nog een kans? Nee, prima verdedigen. Ook dat hoort voorbij. Voorkomen dat de tegenstander scoort. En gewoon in de rust met 3-2 voorstaan. Beel doet de tweede helft. Dat is de gelijkmaker. De hongerleffen in de log. Ilias Bouzid. Knopen is beter van start gegaan in die tweede helft. En komt zomaar terug in de wedstrijd. Scoren is weer gelijk. En ook in de wedstrijd nog alle kanten op. Fraaie actie van Abdel Ila Aziz. Geeft dan de 1-2 aan met Ramdani en krijgt de bal terug. En dan wordt het erin. Vierde bal neven. Wat een prachtige aanval. Heuvelname. Weer het foutje bij de toesploeg. Free voor de keeper. Neven. Wat een kans was dat voor Vert Passaribou. Vrije trap voor het knooppunt. En dan gaat er de bal in. En dan komt het knooppunt voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong. En is het Jamal El Ghanouti. Die heeft gescoord. En dan is de score 3-4. En zijn we op eens de achterstand voor de toesploeg. Dat hebben we deze wedstrijd nog niet gezien. Kunnen ze nog terugkomen in de wedstrijd? Een afstandshot aan de goal. Weer de gelijkmaker. Het is Vert Passaribou die dit keer wel goed uit. En in zoet halen. En weer binnen schieten. Boom. In één keer onhaalbaar. En het publiek weer op de banken. Voorzetten, goal! 5 tegen 4. En opnieuw de sensatie. Abdella Idlasri heeft gescoord. En weer is er de voorsprong. Amazicia Bertzegers voor de derde keer deze wedstrijd op voorsprong tegen de landskampioen. Maar kunnen ze het dit keer wel vasthaaien? Het publiek uitzinnig. Maar er is nog even te voetballen. Er kan nog van alles gebeuren. Bal in de einde van de keeper. En de snelle spelervatting. Nu ligt er even ruimte. En dan binnen. Weer de goal. Tefik Seyar scoort zijn tweede treffer van de wedstrijd. 5 tegen 5. En wat hield Amazicia Bertzegers het lang vol tegen de landskampioen. En dan de fout. Nou, goed spelen maar dan. En de goal. 6 tegen 5. Ilias Ramdani brengt het publiek in extase. Want voor de vierde keer deze wedstrijd. Is er de voorsprong voor Amazicia Bertzegers. En wat vrij goed gespeeld. 10 minuten nog. Het shot en aan de redding. Benze Mazaros het zien aandeel in de voorsprong. En dan de corner weggegeven. Abdella Idlasri geeft hem zelf nummer. En via een eigen verdediger erin. In één keer in de goal. Dat moet voor in de herhaling zijn. Wat gebeurt er? De corner. Ja, via het uitgestreken been heeft de bal er op in zin. Een soort eigen doelpunt zullen we het maar noemen. Het maakt de toesploeg allemaal niks goed. Ze vergroten de voorsprong. En 7-5 tijd op het scorebord. En dan zien we deze actie. De man voorbij en goal. Vert Passaribou. Duit wat er moet doen. Hij scoort. En wat een doelpunt. Wat een actie geeft aan vooraf. Speelt de bal zichzelf in de ruimte. Met een heel hangig belke de man voorbij. En dan ineens maar nadenken. En ineens uit halen door de been van de keeper. En dan staat het 8 tegen 5. En is een sensatie in de maak. Iedereen geluift er nu in. Dit kost wel eens gewoon gebeuren. Maar dan bal over de lijn geweest. 8 tegen 6. En weer heel even. Komt het knooppunt weer een beetje dunderbij. Maar er is dan nog maar 2 minuten te voetballen. En dan gaat de keeper ook met voetballen. Dat zijn verdukker, hè? Gallery play. En dat levert ook gelijk resultaat op. 8 tegen 7. Dat is het voordeel als ze de goal leeg lukt en een keeper met naveurs schuift. Maar ja, dan is de goal dus wel leeg. Vrije trap voor het knooppunt. Komt er nog een gelijkmaker?
Iedereen hield zijn hart vast en de bal is gered. En dan de diepe bal en is de goal leeg natuurlijk. En dan wordt er gescoord en dan is er door. De beslissende treffer. Dit geeft Amicitia Bert Segers niet meer goed heen geven. En een promovendus in de eredivisie de landskampioen gaat verslaan. 9 tegen 7. Het publiek helemaal gek en nog maar 30 seconden op de klok. Het afstandsshot, de redding en het eindsignaal. Wat een sensatie. Amicitia Bert Segers verslijt de landskampioen. En gaat ze voorbij. Ze staan nu tweede in de competitie. Gedeeld koploper zijn ze. En in Remun werden ze helemaal gek. Mooi, dat is heel mooi geluk volgens mij. 3 punten, daar zijn we allemaal blij mee. En ja, kijk hoe ver we dan kunnen komen toch? Ja, wat een ambiance hè, om met zo'n publiek te spelen. Ja, het publiek heeft ons volgens mij doorheen geholpen vandaag. Heerlijk. Ja. We komen op voorsprong. We komen zelfs heel even nog achter, maar weer teruggeknokt. Hè. Dat geeft wel jullie vechtlust aan. Ja, volgens mij toont dat ook aan hoe ver wij als ploeg zijn gekomen. Achterstand aan de... Ja, we gaan gewoon weer winnen. Ah, mooi, mooi dit. Heerlijk, heerlijk. Ja, zo kun je wel een wedstrijd winnen. Hè. Wat een heerlijke chaos hier. Mooie overwinning, hè. Zeker, zeker. We vieren het samen met het publiek ook erbij. Zeker, man, zeker. Mooie overwinning. Lijkt wel alsof jullie kampioen zijn, hè. Maar ja, zover is het nog niet. Ja, je moet blij zijn met de punten die je pakt. Hè. We komen van de eerste divisie en we vieren elke overwinning als een kampioenschap, want daar doen we het ook voor. Ja, ja, zeker. Jullie knokken zich eventjes terug. Je komt eerst op voorsprong. Dan op achterstand, maar ja, jullie houden het wel vol, hè? Ja, zeker. Dat is een stukje strijd wat in onze team zit. Dat spreken we ook met elkaar af. Meer lopen dan je tegenstander. En dan zou je er zeker komen. Pak je die hapje! Pak je die hapje! Alsjeblieft.